Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is een super leuke video. Ik ga namelijk vanavond op wedstrijd met Contessa. Waarom? Nou, ik had daar eigenlijk ineens zin in. Tess gaat weer super goed de laatste tijd na onze enorme down die jullie allemaal hebben meegekregen. En als je dat niet hebt meegekregen, staat hij hier in het i'tje. Gaan we weer een keer op wedstrijd. We gaan 2 keer heel 1 starten en ik heb er echt heel erg veel zin in. Oh, ik kan echt niet wachten om een beetje te testen, zo, hoe ver we dan zijn. En ja, dat is dus vanavond. Ik ga eigenlijk heel random op wedstrijd. Het is ook echt, 2 dagen geleden besloten. Het was zo van, ik had Marloes geappt of ze een keertje met mij mee wilde rijden met de trailer. En toen zei ze, ja, tuurlijk, wanneer wil je? Nou, een datum had ik natuurlijk nog helemaal niet. Mijn haar, jongens, ik word hier helemaal tierenlier van. En een datum had ik natuurlijk nog helemaal niet. Dus toen zei ze, nou hè, overmorgen moet ik starten. Maar jij mag wel mijn plek. Ik dacht, nou, is goed. Dus vanavond gaan we naar Saasveld. 2 keer L1, zoals ik al heb gezegd. En vroeger deden we heel veel wedstrijden. En nu eigenlijk bijna nooit meer. En helemaal niet omdat Tess nou een beetje spastisch doet of zo. Deed de laatste tijd. Want dat is nu helemaal over, jongens. Tess die doet het top. Ik heb zo meteen eerst school. Maar ik heb niet zo'n hele lange dag. Dus om 1:15 ben ik vrij. Dan ga ik dan naar Tess om Tess klaar te maken. En dan komt daarna Marloes mij ophalen. En dan gaan we naar Saasveld toe. Ik heb een hele gang mee. Echt super veel mensen komen kijken. Dus dat is ook heel erg leuk. Maar zoals ik al zei, voordat het zover is, moet ik eerst naar school. Voor school hebben wij een opdracht van communicatie dat wij een gesprek moeten voeren. Dat gesprek is een casus. Daarbij moet een van onze cliënten zijn, een van ons een ambulante begeleider en de ander een stagebegeleider. Ik heb in het gesprek de rol gekregen van de cliënt, Veronica. En dit gesprek moest al gefilmd worden omdat we dat later evalueren in de klas. Maar ik dacht, ja, ik film het toch met deze camera. Dus het is misschien wel net zo leuk om jullie een kijkje daarmee te geven. Dus ik zal zo meteen ook jullie kleine stukjes daarvan laten zien. Ik ben dus Veronica en het doel van deze casus is dat ik weerstand bied. Ik wil niet veranderen, maar er gaan dingen niet goed. Maar toch wil ik niet veranderen. Terwijl anderen maar heel veel last van mij hebben. En degene waarmee ik in gesprek moet, dus de ambulance begeleider en mijn stagebegeleider, die moeten mij overzien te halen. Of overhalen is niet helemaal het juiste woord, want dat hoort niet in de zorg. Maar die moeten mij zien te motiveren en in laten zien dat ik wel kan veranderen. Dat het alleen maar voordelen heeft. Dus dat gaat zometeen gebeuren op school. Dus onthoud het goed. Wat jullie zometeen gaan zien is echt een casus. Dat ben ik helemaal niet echt. En ik hoop ook dat we goed in onze rol zitten, zeg maar. Normaal, eerder was het altijd een beetje lachen en grappig. En we hebben het zo vaak geoefend op school dat dat waarschijnlijk nu niet echt meer zal gebeuren. Nogmaals, ik heb super veel zin in vanavond. Maar ik ga eerst naar school. Hoi. Hallo, welkom bij deze vlog bij 6MZ4D. En voor communicatie gaan wij nu een filmpje opnemen. En what the fuck, waarom ben ik zo rood? Nou, hi Veronica, wij hebben jou even gevraagd om hier te komen. Ja. Ik heb daar net je stagebegeleider gesproken aan de telefoon. En ze had het over dat op stage niet alles helemaal vlekkeloos gaat. Ik weet niet of je jezelf erin kan vinden of opmerkt. Ik krijg wel eens wat te horen, maar dan wordt het mij niet uitgelegd. En dan kan ik ook even vinden in wat het nou is. Oké, wat had er al zo gezegd? Dat ik te laat kom of en dat ik geen voorbeeldfunctie heb, maar er wordt me dan ook niet uitgelegd wat dan wel mijn voorbeeldfunctie is, wat ik dan moet doen. En dat ik er niet verzorgd uitzie of zo, maar ja, ik wil het eigenlijk niet meer eens. Ja, eigenlijk wel ja. Maar ja, daar functioneer ik prima op dus. Oké. En s'avonds, wat doe je in je vrije tijd? Ja, ben ik eigenlijk wel moe, omdat ik dan ja, s'nachts slecht slaap, maar meestal ga ik dan met vrienden een beetje chillen, zo buiten of bij hun thuis, want die wonen ook op zichzelf, voor mij thuis een beetje chillen. En hoe ziet dat chillen eruit? Ja, standig beetje, of niet zo? Joh, drinken. Maar het gaat prima, ik bedoel. Maar is dat ook misschien een verbeterpunt dat je wel daar kan bezuinigen en dat je dan de rest, dat je wel gewoon normaal ontbijt kunt halen. Maar ik kan zo toch prima functioneren, naar mijn idee. En iets van een schema, een dagschema, zou je dat fijn vinden om mee te werken? Hoe ziet het er dan uit? Ik voel me dan net zo cliënt als dat ik daar help. Oh, nou, dus dat hoef je zeker niet te voelen. Maar je kunt bijvoorbeeld een schema maken van maandag tot met zondag.
Ik moet zeggen dat ik er nu wel een beter beeld bij heb. Mm-hmm. Ik snap wat meer wat je bedoelt en nu je dat zo hebt uitgelegd ook, snap ik ook wel, heb ik er wel een beetje een beeld bij denk ik. En zie ik ook wel in dat het eigenlijk niet helemaal tof is hoe het nu gaat. En voor mij niet, voor jullie niet, voor de cliënt ook niet. Denk je een goed idee, dan zou je ook niet willen werken of dat dan? Ja, ik zou het wel willen, maar ik zou het wel fijn vinden als een van jullie met mij de eerste keer daar naar wil kijken. Ja, misschien kun jij haar dan thuis en begeleiden en dingen afstaan. Ja, dat we dan ook gewoon vaste dingen hebben met eten en zo. Dat je gewoon thuis mee eet eigenlijk. Ja. Om eerst te kijken hoe het gaat. Ja, dat vind ik wel een heel fijn idee. Ja, een stage vind ik veel heel goed van komen en dat soort dingen. Dus dat is wel een goed idee. En dan kunnen we misschien, maak ik gewoon even een afspraak voor de volgende keer en dan gaan we daar gewoon. Is goed, doen we dat. Okay. Ja. It's a wrap! Wow. Bart heeft even lekker een worteltje gekregen, hè? Het is net alsof jij weet dat de camera eraan komt. Dan kijk je altijd even om. Ik heb de hooi neergezet. Maandag is er geknipt, want anders worden die knotjes veel te dik en te lang. Voetjes, die zien er nog wel redelijk stabiel uit, maar die ga ik wel even wassen. Hé hey kind, ik heb er zin in. Jij ook? Ja, jij ook hè. Oh, lekker eten. Cookie Monster. Nou jongens, ik ben er nou ook, maar ik ga helaas niet mee met Nienke. Oh, sorry. Nee, helaas. Want ik moet naar Enschede met Fleur. Fleur. Hoi. Niet paard Fleur, maar Fleur. Nee, die andere Fleur. Die andere. En volgende keer ga ik wel mee. Dus ik wens Nienke heel veel succes. Thanks, die kan het. Doei! De knotjes zitten erin en ik kan, of de knotjes, de vlechtjes eigenlijk, en de voetjes zijn gewassen en ik kan eigenlijk zeggen, normaal ben ik super zenuwachtig voor deze dingen, maar ik ben echt niet gespannen vandaag. Zo fijn, of nou ja, vandaag, nu eigenlijk. En Tess, die reageert er echt heel relaxed op, die is lekker aan het eten en ik heb nu de vlechtjes in zitten, maar ik knot normaal altijd met naald en draad, want ik vind het elastiekjes echt super lelijk, maar ik heb geen naald, die ben ik vergeten. Dus nu moet ik wel met elastiekjes. Maar dat kan ik natuurlijk niet, want dat heb ik nog nooit gedaan. En Jolanda zei, volgens mij komt ze er niet aan. Jolanda zei, deze Jolanda, dat zij dat wel kan. Dus zij gaat het even fixen voor mij. Komt goed. Yes. Zo, knotjes erin. Dank u wel, mevrouw. Alsjeblieft, mevrouw. Alleen de hanenkam moet er nog even af. De punkbeuk. De punkkuif, dat is het woord. En nou gaat ze... de fopluk, want daar ben ik super slecht in, maar dat gaat goed komen. Moet de kruiwagen aan de kant? Ja. Nice, goed bezig. Niet van dat benauwde. Ken staat in de trailer en het ging eigenlijk heel goed, hè? Ja, mag je hooi eten? En tot zo. Rupert. Het ding moet omhoog, maar ik doe hem altijd omlaag. Dat is echt... niet uitlachen. Ik moet dat ding dicht doen. Oh, nou kijk. Die dicht doen. En wie bent er klaar voor? Ik wel. Ik ook. Mooi. Ik ben aangekomen. Ah, nee, niet aangekomen. Afgevallen. Wij zijn in Saasveld. En ik ga even mijn portemonnee pakken. Ik ga even aanmelden, even betalen. En Tess is heel braaf. Was ze braaf op de trailer? Ja, ik heb het nog niet gehoord, gezien of gevoeld. Nou, dat gevoelt nog wel. Nou, dat is alleen maar positief natuurlijk. En dan ga ik even mijn portemonnee pakken. Heb ik meer nodig dan mijn portemonnee nu? Nee. Oké. Okay. Denk ik niet. Ja, ik zei het stinkt in de schrik. Nee, wij zijn het aangekomen. Ik heb betaald en dat heb ik aangekomen. Ik ga weer helemaal de mist in. Je bent nog steeds afgevallen. Knip. Zien jullie dat? Is er gewoon allemaal 4 kilo af, jongens. En dan gewoon per ongeluk. Gewoon super knap. Hey. Nee, maar we hebben betaald. Stinkt hier inderdaad naar schijt. Was jij het? Nee, zo stink ik niet. Ik ruik echt heel anders. Ik ruik naar bloemetjes. Ik ruik, ja, ik rook. Nee, jij rook lekker, heb ik dus straks gezegd. Ja, oké. To the point. We zijn veel te vroeg. Dus ik weet niet zo goed wat we gaan doen. Er komen best wel veel lui kijken, wat ik... Ja, oké, leuk. Net zei je nog dat je niet zenuwachtig was. Nee, ben ik ook niet. Dat heb ik zelfs nog een paar keer in de vlog verteld. Maar dan gaan we Tess opzadelen. Mijn nieuwe setje van QHP, waar ik echt
Ik wil het aan, jongens. Ik wil het aan. Ik heb mijn broek al aan. Ik was helemaal, helemaal blij. En dan gaan we losrijden. Ja. En dan ga ik mijn proef oefenen. Oh ja. Jij? Ik, hè? Ja, Marloes heeft een heel leuk verhaal, jongens. Ja, de proef die Nienke zo meteen gaat rijden, die heb ik afgelopen maandag ook gereden op concours. Alleen ik deed mijn proef uit mijn hoofd, want dan hoeft er niemand mee, vind ik net zo makkelijk. En toen deed ik mijn laatste lijn. En toen was ik zo druk bezig met Indy dat ik gewoon vergat om terug te gaan naar de RAF en de AC-lijn op te gaan. Dus toen had ik een beetje 2-3'en. En toen ging ze zo heel snel vanuit de halve volt, was het? Ja, ik ging echt zo langs de A, echt zo'n hele creatieve lijn. Nu, nog naar de X heen. En dan was zo, groetjes, adieus. Sorry, een beetje creatieve uitvoering. Maar zo gaan wij het niet doen. We gaan gewoon keihard voor die punten vandaag. Annie. Ja, sowieso. Hallo. Wou je nog wat vertellen, Marloes? Nee, ik heb straks al wat verteld. Oh. En zeker dat je zo alleen mijn neus laat... Jack, ik zag helemaal niks. Ik heb de auto aan de voorkant staan. En ik dacht, kwam ik iemand tegen, er was hier toch concours of zo? Ja, dan moet je door de casino heen. Oké. Ik denk, straks heeft Nienke weer gezegd, ja, het is in Ankal. En het bleek totaal ergens anders te zijn. Ga je het wel eventjes heel goed doen vandaag? Nee. Tess, hebben we er zin in? Maar. Hey, zin in? Dikke Vermeil D324. Ook mooi. Anders was een Sondeer. Schrik niet, jongens. Staat hem wel een Sondeer. Girl, you should wear a name tag. Niet vicious percentage. Girl, you should wear a name tag. Yeah. Whoa. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Still in my head, underneath rays of gold, your body you're so close. Hey, nu gaat hij weer dik langzaam. Ik snap er geflikt van. Oh, ik heb het lamme armen wel. Ja. Ik denk dat ik meer inspanning lever dan Nienke. Nee, dat is niet waar. Jouw paard is een stuk groter. Nou, ik moet even bijkomen van alles, maar ik heb gereden en het ging zo goed. De test was zo fijn, ik heb zo lekker gereden, het was echt top. Wel, zeg maar, de eerste ring vond ze heel veel spannend, dus toen deed ze wel ja, helemaal het juryhokje, daar wilde ze eigenlijk niet langs. En, maar volgens de rest zag het er super netjes uit. En ze voelde ook wel lekker hoor, ik bedoel, zo vaak gaan we niet op wedstrijd natuurlijk. En de tweede ring was eigenlijk helemaal niks echt spannend of zo, en toen ging het echt heel erg goed.
En toen wilde ik galop verruimen. En toen dacht ik echt, oh, ik schiet weg nu, weet je wel. Dat schrik zo hard, hoorden jullie dat ook? Toen ik galop ging verruimen en ik dacht, hoorde je deze zijn. Nee, waar zijn die hier op de Nee, daar. Ik ging verruimen en toen, ze schoten denk ik bij mij weg, zeg maar. En toen ging het zo. Ik ga even wat drinken bestellen. Maar goed, en ze was de tweede proef wel een stuk losser. En ze was trouwens sowieso heel erg braaf. En eigenlijk de laatste keer dat ze meegaat, was ze al braaf. Dus dat is natuurlijk heel fijn. En ik zie dat ik bijna niet scherp ben. Dus ik vond het echt heel erg leuk. En iedereen kwam kijken, dat is echt tof. Dus nu even wachten op de punten. Ik wil een cola. Drie cola light. Dus nu even wachten op de punten. En dan lekker naar huis. Iedereen is al weg. Wij zijn hier nog. Ik ga nog even met zijn kap zitten. En met de cola light. Nou, oké. Ik heb de punten binnengekregen. En, oh, dat moet even goed filmen natuurlijk. De eerste proef, wat er vooral bij staat, is inderdaad tactverlies. Je stapt soms onzuiver, of draagt soms onzuiver. En dat klopt ook, testen kan zich zo vastzetten dat het echt onzuiver wordt. Meer impuls en succes. Oké. En in de tweede proef fijner viel, maar de jury zei ook heel duidelijk van, nou ja, je paard wil heel graag, maar mist gewoon echt kracht van achter. En ja, als je dat natuurlijk eenmaal opvalt, dan ga je dat in alles terugzien. Dus er staat ook heel duidelijk bij, zeer werkwillig paard. Probeer het paard iets meer op achterbeen te houden. Paard kan zo beter de takt bewaren. Oh, nou, paard kan zo beter de takt bewaren. Ja, ik heb wel wat de takt is. Wat jij eet? Wat is dat dan? Tact. Zit niet aan een boom. Nee, wil je jezelf maar uit, waaraan ik ga niet meer helpen hoor. Even kijken, nou ja, dan moet ik even het hele ding lezen. Misschien snap ik als het een verhaal van, snap ik het misschien. Maar goed, de tweede jury gaf mij dus nogal tips hoe ik dat beter kon doen. Dus dat is wel fijn. En ik ben blij met vandaag. Het ging goed voor mij. Ik denk dat het oefeningen zijn. Mag ik heel hard lachen? Maar die gewoon uitgelachen. Doe nog maar een poging. Nog maar een poging. Takt heeft iets met stappen te maken. Stappen die zet. Dit is niet taktwater wat er nu in de bak zit. Oké, ik ga even. Het heeft iets met passen te maken. Ik ben helemaal rood, zie je het? Dat kan niet. Adem in, adem uit. Wat zei je? Het heeft dus iets met stappen te maken. Nee, ongeveer. Verder dan dat kom ik toch niet. Hallo. Wie zie je nou de paarden mevrouw? Ga je maar laat erom dat je paard gelijkmatig beweegt. Ja, pas. Nee, nou dat zeg ik dan toch. Wat dan? Nee, ik dacht niet. Die twee hadden net een discussie over wat het nou eigenlijk was. Het is een tosti-huis. Verschil tussen MBO en HBO ging het. Onder in de comments wat het is. Dat een tosti-huis van broodrooster is. Ja, dat doe maar even. Je linkje naar Wikipedia. Ze had het over dat het verschil tussen MBO en HBO dat was. Ja, ja. Maar eigenlijk werkte Marloes bij de ontbijt bij Van der Valk. Dus. Daar ga je niks meer over zeggen. Dat is het verschil tussen HBO theoretisch inzicht en MBO praktisch inzicht. Maar ik snapte als HBO dat het heel praktisch is dat je het apparaat uit elkaar kan doen, zodat er dan een hele tasje in kan. Net alsof dus jij. Dus ik weet niet, Laurent, maar je hebt weer een fantastisch argument. Oké, we gaan terug op het onderwerp. Heel lieve stem. Wacht, nou, wij zijn terug. Terug op stal. Tess mag lekker eten. Heeft ook alweer geplast. Even uitgenotten. En ik ben helemaal tevreden. Helemaal blij. En Tessje heeft het super goed gedaan. Kijk, die schat. Oh, even drinken. Dus dat ga ik even doen. Fantastisch. Ik heb bij mijn mobiel een zaklap neergelegd om dit op te vegen. De trailer is schoon, maar dit is toch fantastisch. Kijk, mijn mobiel ligt op de trailer. En die poep moet ik nog even opruimen. Oh nee! Zo, nou alles is opgeruimd. En ik wil even zeggen trouwens, ik vind het echt, kijk, ik heb eergisteren hebben besloten dat ik met Tess weg zou gaan. En nou ja, hoe lang heb ik nu gereden? Best wel lang niet. Als in dat staken en zo. En ik dacht echt, yolo, we gaan lekker op concours. We zien wel hoe ver we komen, want dat zijn we al heel lang niet geweest. En we moeten binnenkort, hebben we best wel veel shows en zo. Namelijk Paddy Dips Live Event natuurlijk. Maar die week daarna, dus 14 april, hebben we ook een show op paard en zo. Dus dan moeten we natuurlijk ook met de trailer weg. Dus we konden het mooi combineren als in lekker even met de trailer weg. Kilometers maken in de trailer voor Tess. En dat deze super goed, ze liep echt heel makkelijk op.
En daar, nou ja, en ook op dat andere terrein. Het is de laatste tijd sowieso wel heel chill, zeg maar, op andere terrein. Zover we op andere terrein komen. Ik ga er even bij zitten. Oh, mijn witte rijbroek is niet zo handig. Nee, boeien. En dus daar ben ik wel heel erg blij mee. En sowieso, we gingen echt niet voor de punten, voor de winst, maar gewoon YOLO, laten we kijken waar we komen. En ze deden dus echt super goed. Ga ik vaker op wedstrijd? Nee. Af en toe is het leuk, maar ik hoef echt niet vaker op wedstrijd. En ja, Tessie is gewoon een topper. Ze doet echt alles leuk, alles goed. En de jury zei ook van het is kwalitatief echt een goed paard, maar ze mist gewoon echt die kracht in de achterhand. En dat snappen we natuurlijk. Dus ja, ik ben helemaal trots. Top. Ik heb alles gedaan op stal. Ik ga Tess even doen zeggen, even nog een wortel geven. En dan, oh, ik stak hem bijna zo in mijn mond. En dan zijn we klaar. Gaan we lekker naar huis. Tessie. Nou, oh, mevrouw is weer Beatrix geworden ook. Hé, hey, je voorpluk is alweer helemaal stil. Dat was net nog niet zo. Kijk eens, lekker worteltje. Lekker worteltje. Ja, je hebt het goed gedaan, meid. Kijk, ze hebben weer Beatrix. Ze hebben Beatrix. Heel goed, lieverd, hè. Heel goed, schat. Je hebt het knap gedaan, echt waar. Je was heel lief. Dan sluit ik bij deze video ook af. Dit was ons wedstrijdavontuur. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet even te abonneren, te liken en een comment achter te laten of jij wel eens op wedstrijd gaat en welk niveau je rijdt. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar wat jullie kijkers allemaal rijden. Dat vind ik namelijk erg leuk om te weten. En als je FNRS rijdt op de Menezes vind ik dat ook leuk om te weten. Tot de volgende keer. Doei doei!